Ja, het was in 1984 en wij hadden besloten om een persiflage te maken op Pipo de Clown. De grimeur van Pipo de Clown, die kwam bij ons en die tekende precies op mijn gezicht helemaal het gezicht van Pipo de Clown. Ja, en we kondigden dat natuurlijk groots aan en we zeiden nou straks komt in Pisa Pipo de Clown. Nou, en heel veel kinderen mochten daarom opblijven die avond. En die zagen dit. Nou, en dat gaf een beetje een rel. Kijk maar waarom. Zeg hoor, mama Lou. Oh nee, dikke deur. Als je maar een beetje opschiet. Ja, ja. Oh, dikke deur. Koeien, Pipo. Oh, dikke deur. Koeien. Oh, dikke deur. Pipo, koeien. Tja, putte flap. Pipo. Anders vindt mama Lou het niet van de lekkere. Kluk, nu boogspannen. En pijl afschieten. Oef, oef, zo, oef, 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 oef. Ugge, ugge. Oh, kluk. Oh, no. Nou heeft mama Lou ook al ruzie met kluk. Dat vindt